Je hebt eerst dromen en dan komen er plotseling allemaal praktische problemen. Hè? Natuurlijk, je betaalt geen hoge bedragen aan de projectontwikkelaar. Maar wat je je niet realiseert is dat je wel heel veel geld kwijt bent aan adviseurs. Want wij bouwen niet iedere dag een huis. Dat en bovendien, het is toch wat goedkoper. Dan kunnen we wel een iets mooier materiaal nemen. Of kunnen we dit duurder maken. Als andere mensen hier aan zouden willen beginnen, wat voor raad zou je ze mee willen geven? Niet stouw zijn. Niet bedenken, dit wil ik en zo wordt het. Je moet met elkaar kunnen dealen, je moet flexibel zijn. Heel veel kijken. Er zijn zo langzamerhand zoveel andere projecten. Ga er langs en zie hoe het daar gegaan is en soms misgegaan is. Want je hebt ook CPO's die het gewoon niet halen. De keuken komt helemaal achterin. Dit wordt een zitkamer en ertussenin komt een boekenkast en die gaat van de vloer beneden tot helemaal het puntje van het dak. Ik was verkocht toen Martjan, onze architect, tijdens het grove tekenen zei van nou, als je zo'n vierde hebt, dan kan je daar een boekenkast over de hele hoogte, dus over twee verdiepingen maken. En dat, ik ben altijd verliefd geweest op van die ouderwetse antieke bibliotheken zoals je bij Artis hebt. En, dus nu is het een verzamelkast geworden. Joost heeft zijn boekenkast gekregen. Heb jij je tuin ook gekregen? Ja, voor een deel was hij er. Hè. Ik bedoel, en ik mocht zelf mocht ik hem bedenken wat er in kwam. Het is een kleine tuin, maar je ziet gewoon dat hij, nog afgezien van dat het niet helemaal volgroeid is, maar als je daar zit, zit je gewoon in je eigen tuin. Het heeft iets beslotens. Ja, ik had verwacht dat er geen hekjes zouden zijn tussen de huizen. Nee, maar dan zouden onze honden de katten van de buren opvreten. Enzovoort. Zou je het de volgende keer weer doen? Zelf bouwen? Ja. Als ik het over zou moeten doen en ik zou weten wat ik nu weet, zou ik het meteen weer doen. Zelfs als je toen had geweten dat het 5 jaar ging duren? Zelfs dan, ja. Ja, zelfs dan. Nou, daar twijfelde ik wel over. Want wij dachten 2, 3 jaar en we zijn er. Ja, we zijn er nu. Maar we hebben honderden keren moeten vergaderen. En ja. Ja, dat hoort er ook bij.